Hier is de discussie ooit begonnen. De N206 eindigde als het ware bij de Zilk. De Bollenstreek heeft slechte oost westverbindingen en ook in Noord-Holland zijn verkeersproblemen. Daarom zou aan de noordelijke kant van de Bollenstreek een ontsluiting moeten komen die uiteindelijk aansluit op de A4. Jaren werd erover gesproken. Zeven verschillende oplossingen werden onderzocht in een zogenoemd MER-onderzoek. Gedeputeerde staten van Noord- en Zuid-Holland kozen uiteindelijk een voorkeursvariant om via Hoofddorp een nieuwe weg aan te leggen door Hillegom. De weg gaat door de Vossen en Weerlanen Polder en door industrietrein Horstendaal. Hier ergens zou de weg moeten komen en eindigen op de Weresteinstraat, oftewel de N2 8. Doortrekken naar de n 6 moet nog onderzocht worden. Over deze voorkeursvariant werd een informatieavond gehouden in N.A. Leerworst in Noordwijkerhout. Waar bestuurders, voorstanders en tegenstanders op afkwamen. Uw reactie op de gekozen zuidvariant door gedeputeerde staten. Daar ziet u nadelen in. Welke zijn dat? Um, dat klopt, daar zien wij inderdaad uh, nadelen in. Uh, waar het ons om gaat, dat is dat uh, in de eerste plaats deze zuidelijke variant door een uh, polder loopt die uh, nog kort geleden is uh, opgeknapt. Uh, belangrijke natuurlijke en recreatiewaarden uh, zijn uh, voorzien. Uh, daar moet je nu niet een weg uh, doorheen halen. Uh, heeft ons overigens als maatschappij 6,6 ton gekost. De afgelopen periode om het te maken wat het nu is. Prachtig gebied, moet je niet doen. In de tweede plaats loopt hij door over de noordelijke kant van Hillegom over een bedrijventerrein. Uh, wat dat gaat betekenen voor het uitkopen van bedrijven, voor het herstructureren van bedrijven. Dat is gigantisch. Om die reden zou je niet moeten kiezen voor die Zuidvariant. En in de derde plaats, uh, denk ook eens aan de milieugevolgen voor de inwoners van Hillegom. Als die echt aan de noordkant van Hillegom uh, door je gemeente gaat lopen. Wat dat betekent voor geluidsbelasting, uh, fijnstof, et cetera. Dus dat zijn de drie belangrijkste redenen waarom wij zeggen: niet kiezen voor de Zuidelijke Variant. Dus houdt Holland-Rijnland vast aan de oorspronkelijke keuze, de middenvariant? Wat heeft die dan voor voordelen? Nou, de middenvariant is in ieder geval scoort hij anders op de drie punten die ik net al zei. Je hoeft het natuurgebied niet te doorsnijden. Je hoeft het bedrijventerrein niet te doorsnijden. En als je hem in het midden legt tussen Bennebroek en uh, Hillegom. dan mag ik het zo zeggen, verdeel je de milieupijn over de provincies Noord en Zuid-Holland. En dat vind ik wel zo ver als je dat op die manier doet. Bovendien komt er nog een argument uh, bij. Uh, als je kijkt naar de aanleg van de weg, dan is die aan die kant ook nog een keer goedkoper dan de zuidelijke variant. En uh, wat misschien nog belangrijker is in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, scoort deze variant ook als je kijkt naar de maatschappelijke kosten en batenanalyse beter dan de zuidelijke variant. Dus allemaal argumenten inhoudelijk om te kiezen voor de middenvariant en niet voor de zuidelijke variant. Gedeputeerde Staten wil de N208 nog niet uh, doortrekken naar de N206. Hoe denkt Holland-Rijnland daarover? Daar zijn wij uh, uh, nog intern mee bezig om te kijken hoe we daarmee omgaan. Dat is, uh, dat is een gevoelig punt binnen Holland-Rijnland. Wij kijken op dit moment naar waar we wel overeenstemming over hebben. Er is overeenstemming over niet die zuidelijke variant. Als het gaat om die middenvariant verwacht ik dat elke gemeente daar positief over zal oordelen. Maar dat is op dit moment aan elke gemeente afzonderlijk, omdat die in hun eigen college en raadproces die uitspraak nog, uh, nog moeten doen. Uh, voor wat betreft de N206 en N208 willen we graag met de provincie in gesprek om te kijken hoe we daarmee moeten omgaan. U wilt de gezamenlijke zienswijze slash bezwaar richting uh, provincie sturen. Uh, alle gemeentes en Roland-Rijnland moeten dan op één lijn. Uh, Noordwijk-Routh wil de N206 wel doortrekken naar de N208. Dus er zijn al meningsverschillen. Uh, hoe gaat u dat oplossen? Nou ja, daar ben ik op dit moment mee bezig. Ik denk ook dat uh, nadere gesprekken met Noordwijkerhout Hout al tot een iets genuanceerder standpunt hebben geleid dan dit standpunt. Dus uh, ik probeer dat zoveel mogelijk nu, dat vind ik ook mijn rol vanuit Holland-Rijnland, uh, mobiliteit zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Uh, maar dit is een van de punten waar ik er naar streef om uiteindelijk in onze zienswijze ook een eensluidend standpunt te geven. Of me dat lukt, weet ik niet, maar dat is wel mijn ambitie. Luistert de provincie een keer naar de bewoners en naar bedrijven die in een adviesgroep verenigd waren? En dan heeft u een afwijkend standpunt, want die adviesgroep is het wel eens met deze keuze. Hoe kan dat dan? Um, nou ja, dat is uh, nog maar de vraag als je kijkt naar uh, uh, hoe die adviesgroep tot zijn advies is gekomen. Wat overigens inhoudelijk uh, een knap stukje werk is, laat ik dat ook zeggen. Daar heb ik bewondering voor. Uh, maar ik zie toch ook daar binnen de adviesgroep uh, uh, niet echt 100% eenduidige redeneringen voor de Zuidvariant, laat ik het zo formuleren. Dus of dat nou precies draagvlak is zoals die provincies uh, dat benoemen, dat weet ik niet. Er komt nog een argument bij, als je nu gaat luisteren in de noordelijke bollenstreek en met name in Hillegom, dan is er geen sprake van draagvlak. Nee, geen draagvlak. Dat had door die adviesgroep wel moeten zijn. Is dan die adviesgroep verkeerd samengesteld? Zitten er te veel bedrijven in en te weinig bewoners? Ja, ik vind dat eigenlijk achteraf redeneren. Ik zou dat niet op dit moment willen gebruiken. Ik wil de discussie voeren op basis van inhoud en niet op basis van samenstelling van de adviesgroep. Even praktisch gezien, de weg naar Piet Gijs, iedereen kent hem van noord naar de A44. Dat probleem wordt toch niet opgelost, die dichtgeslipte weg met een weg aan de noordkant van Hillegom? Als je kijkt naar het samenstel zoals het nu wordt voorgesteld. Uh, uh, voor wat betreft de zuidelijke variant en de middenvariant, laat ik het even in het midden welke je dan uiteindelijk zou, uh, zou kiezen, uh, die doen ook wat in de rest van de bollenstreek. Dus ook op de N444, dus ook op de N443, dat wijst ook de mer, uh, zoals die nu is gedaan, uit. Uh, en daarom denk ik dat je deze ontwikkeling aan de noordkant van de bollenstreek ook duidelijk moet zien als een, uh, een, een onderdeel van een uh, totaaloplossing voor de hele bollenstreek. Want u en neemt natuurlijk als Holland-Rijnland ook maatregelen in Katwijk erin mee. Uh, wij zijn ook in discussie over de zuidelijke kant van Holland-Rijnland. Uh, daar speelt de discussie rond de pioniersbaan. Dat vinden we een hele belangrijke discussie. Waarvan we hebben gezegd, die moeten we ook voeren met partijen, met de provincie. Overigens niet op deze tafel van de Duinpolderweg, maar wel op een andere tafel. Maar als je kijkt naar het totaal van Holland-Rijnland en het totaal van de ontsluiting van de Bollenstreek, hoort dat er wel degelijk bij. Um, u bent ook een politiek hier, Als er eenmaal een beslissing is genomen door GS, is het wel lastig om uh, die mening te veranderen. Hoe ziet u dan dat het voorkeursalternatief nog veranderd kan worden? Nou, we, hebben, we spreken nu over een voorgenomen voorkeursalternatief. En uh, uiteindelijk gaat gedeputeerde staten over een definitief voorkeursalternatief spreken. We zitten in die fase. En daarom probeer ik nu ook GS en ook PS, Provinciale Staten, te overtuigen dat het op basis van inhoudelijke argumenten toch echt die middenvariant moet worden.